Hartelijk welkom allemaal bij de tweede video van de serie van de update van Lightburn naar 1.5.0.0. Vorige keer hadden we al gezien dat we niet versie 1.5.0.0 hadden, maar 1.5.0.1. Inmiddels is er weer een update overheen geweest en dat is 1.5.0.2. Maar geen zorgen, dat hoeven we hier niet te behandelen, want alles wat er in die twee updates zat, waren bugfixes. We gaan ons nu bezighouden met de volgende wijzigingen die in die grote update hebben gezeten. Vandaag wederom drie. De eerste is, je hebt soms van die bekers die je wilt lezen. En dat kan zijn op glas, maar dat kan ook zijn van die tumblers die zeg maar aan de bovenkant breder zijn dan aan de onderkant. Wat je daarvan krijgt is dat je afbeelding, die daar niet op is afgestemd, vervormt op de sloop, dus de heuvel van de tumbler of het glas, zeg maar. He, omdat het niet recht is. Daar is een functie voor toegevoegd. En dat is de taper warp. En die vinden we terug bij, als het goed is, de lasertools. En dan vinden we hier onderin de taper warp. Wat je daarin moet gaan voeren, moet je in gaan geven, de object top is boven. Ja, dus dat wat top is, wat je hier ziet, is de bovenkant van de beker in dit geval. De diameter in millimeters, dus met andere woorden, in dit geval is die 100. Ja. Dan de lengte, dat is van boven naar beneden. Je ziet het hier in het diagrammetje aan de rechterkant staan. En de diameter van de bodem. En als je dat gaat invoeren, zal je getekende object zal aangepast worden op basis van die gegevens. Ik ga het even laten zien. Ik pak even uit mijn kunstbibliotheek iets interessants. Even kijken, wat zal ik doen? Nou, laat ik deze hier doen. Zo. Oké. Stel, ik wil dit object... Ik moet het eigenlijk helemaal selecteren, want het zijn twee lagen zoals je ziet. Dus ik selecteer het even helemaal. Let vooral goed op de dimensies. Even iets uitzoomen nog. Zo. Nu pak ik dus die laser tools. Ik pak mijn taper warp. En nu ga ik zeg maar zeggen, mijn bovenkant van mijn beker, die is, laat maar even zeggen 80. En eigenlijk zie je het al gebeuren aan de linkerkant. Hè? Als ik gegevens verander, dan verandert hij automatisch ook de afbeelding. Ik maak hem een lengte van 175. En de diameter aan de bodem, die zal zijn 60. Oh, 60, zo. En dan is eigenlijk die afbeelding hier, zeg maar, aangepast zodanig... dat hij, als die gelezen wordt op die beker, zeg maar, zoals die beker er hier ook uitziet, dat dan die afbeelding in de goede proportie staat. Ik heb hier iemand over gezien die hier echt zich heel erg ingedoken had. En die zei van, het is eigenlijk verstandig om, voordat je dit doet, ongeveer 10% aan de breedte van je object toe te voegen. Zullen we even zien hoe dat eruit komt te zien. Dus wat ik ga doen, ik ga even de afbeelding weggooien. Pak een nieuwe afbeelding, dezelfde afbeelding. Dan ga je die 10% breder maken. Dus hier zo maak ik er 110 van. Moet ik wel zorgen dat die op slot staat natuurlijk. Hè? Dat is wel belangrijk. 110 maak ik ervan. Nee, ik zou hem open moeten zetten, denk ik. Is misschien beter. Ik maak er 110 van. Zo. En dan ga ik die warp, taper warp erop loslaten. En ik ga zeggen, hij is 80 mm diameter. Hij is 175 mm hoog. En hij is 60 mm aan de bottom. En die zegt van, als je dit nu op deze manier lasert, dan zou dat eigenlijk nog beter moeten zijn. En die man heeft dat geprobeerd met een cirkel. En hij kwam erachter dat als je dat niet deed, die 10% breder maken,
dan was die cirkel toch niet echt een cirkel. Dat was toch nog een beetje een ovaal. Nou goed, dit is wat die functie doet. Taperwarp is er dus voor bedoeld om een afbeelding in de juiste proporties te krijgen als jouw object, zeg maar beker, zeg maar tumbler, boven breder is, onder minder breed is, of andersom. En op die manier kan je dan je afbeelding wat verbeteren. Dat was de taperwarp. De tweede nieuwe functie heeft te maken met onze array-functies. Dat zijn deze twee hier aan de linkerkant, die met die 9 blokjes en die met dat cirkeltje. Waar zijn die functies voor? Die functies die zijn ervoor om bijvoorbeeld het volgende te doen. Stel, ik teken een cirkel. Zo. Denk even aan een klok. Ik heb hem trouwens niet goed getekend. Ik moet hem wel even de juiste breedte en de juiste hoogte geven. Dus even zo. Nu is de cirkel. Oké. Okay. Nu wil ik zeg maar de wijzerplaat gaan maken. Dus wat doe ik? Ik maak een, als het ware, een soort van streepje hierboven. He, dit is de 12 uur markering, zeg maar even. Dan pak ik mijn selectietool. Je ziet dat het rechthoekje al geselecteerd is. Nu ga ik ook met Ctrl ingedrukt de cirkel selecteren. Oké, nu ga ik naar dat cirkelarray, dus die onderste hier. Klik. En daar kan ik gaan ingeven hoeveel kopieën wil ik hebben. Nou, bij een klok is dat 12, hè? Dat kun je ook zien. Maar stel je wilt er maar 8 hebben, dan verander je dat in 8. Zo, dan heb je er 8. Je kunt daar nog wat meer dingen ingeven, maar dit was allemaal ongewijzigd. Wat veranderd echter is, zijn de twee functies die je hier links onderin ziet staan. Dat is de selecteerde resultaten. Dat wil zeggen dat als ik nu oké klik, want die staat aan, hè? Dus... Nou, laat ik hem eerst uitzetten. Als ik nu oké klik, is er eigenlijk niks anders geselecteerd dan dat er al geselecteerd was. En dat is dus zeg maar die cirkel met dat ene streepje. Ja? Oké. We gaan even terug. We gaan even ongedaan maken. Zo. Nu gaan we het opnieuw doen. Hij heeft diezelfde waardes nog. Nu zeg ik selecteerde results. Oké. Nu zeg ik oké. En als we hem nu gaan verschuiven, zien we dat die 8... rechthoekjes zijn geselecteerd. Oké, even weer ongedaan maken. Zo, opnieuw doen. Nu pak ik ook groepeer de results. En groeperen, dat is dus dat je er eigenlijk één object van maakt. Wat je ook doet, het is één object. Het verschil met selecteren is dat als ik zeg maar vervolgens ervoor zou kiezen om er eentje aan te klikken, dan is er ook maar eentje aangeklikt. Ook nog even laten zien. Dus groeperen is alles een groep van maken. Dus ik moet even ongedaan maken alles. Zo. Gaan we die functie weer gebruiken. Nu doe ik het alleen selecteren. Dan kan ik het verschuiven. Eigenlijk ziet het hetzelfde uit. Hè? Maar let op. Nu klik ik daarnaast. En nu klik ik één van die rechthoekjes aan. En nu heb ik er maar één geselecteerd. Dus groeperen. Dan is het een groep geworden. Als ik dan de tekening aanklik, heb ik ze allemaal te pakken. Selecteren is dat ik zeg maar alles wat ik net gemaakt heb geselecteerd wordt en daardoor kan gaan verschuiven. Die twee functies, dus die select functie en die groepeerfunctie, dus deze hier, select results en groep results, die zijn nieuw toegevoegd en zouden handig kunnen zijn. Nou, dat was de tweede van vandaag. De derde nieuwe functie en de laatste voor de video van vandaag is eigenlijk ook wel een hele aardige. Een tijd terug heb ik al eens een keer een video gemaakt dat je in een nieuwere versie van Lightburn, ik dacht dat het 1.3 was, maar weet ik niet helemaal zeker meer, een materiaaltest kon gaan doen. En die materiaaltest die zit onder lasertools. En daar is iets aan veranderd. Als we het materiaaltest kiezen, krijgen we dit venstertje te zien. En in dat venstertje kunnen we gaan aangeven, hoeveel dingen, meestal zijn dat vierkantjes, willen we horizontaal en verticaal gebruiken. Dat is 1. Dus 10 bij 10 wil zeggen dat hij 100 vierkantjes lasert. Vervolgens kunnen we gaan instellen wat de parameters zijn. Wat willen we zien? Willen we vermogen zien? Willen we snelheid zien? Interval, het aantal passes. En aan de rechterkant, idem dito. We kunnen het minimale zien. Dus hier staat nu snelheid ingesteld. Dus dan is de volgende is automatisch millimeter per minuut. En dan kan ik het minimale, dus de laagste waarde opgeven. Dus dat wil zeggen, in de verticale rijen, van boven naar beneden, zal de eerste rij 600 mm zijn en de laatste zal 1800 mm zijn. En diegene die ertussen zitten, dat is gelijkelijk verdeeld dan tussen die 600 en die 1800 mm per minuut. Dat is bij vermogen hetzelfde.
10%, andere is 100%, daartussen wordt verdeeld. We kunnen aangeven hoe groot de blokjes moeten zijn, 5 bij 5 mm op dit moment, en waar we dat moeten gaan laseren, in dit geval in het centrum van 200 bij 200 mm, dat wil zeggen op het werkbed in het midden. Goed, nu zijn er natuurlijk veel meer dingen als snelheid, vermogen, aantal passes, interval. En dus moeten we onderin gaan instellen, wat zijn onze materiaalsettings? Nou, dat is eigenlijk gewoon het venster zoals we dat normaal kennen. Stel, we gaan met hout werken, dan ga je in je bibliotheek kijken, die ik hoop dat je gemaakt hebt, waarin je opgeslagen hebt met welke settings je dat hout denkt te laseren. En zo niet, als je dat nog niet hebt, dan ga je hier instellen waarvan jij denkt dat het de baseline is. Dus zeg maar waarvan je zegt van oké, als ik het zou doen en ik zou het zonder dit materiaaltest doen, zou ik dit gaan doen. Ja? Oké, dat stel ik daarin. Dat zijn dus de materiaalsettings. Dan komt er op dat ding ook tekst te staan. Dat zal ik zo meteen laten zien bijvoorbeeld. Maar tekst wil je misschien met hele andere settings doen. Dus je moet ook settings in gaan geven voor de tekst. Ja? Wat wil je hier aan snelheid, wat wil je hier aan vermogen, enzovoort, enzovoort. En toegevoegd hebben ze nu, en dat is nieuw, maar wel heel handig. Dat is de Edit Border Setting. Het zou wel eens kunnen zijn namelijk dat als je hout gebruikt, dat je dat vervolgens daarna wilt uitsnijden, zodat je mooie plaatjes krijgt met allerlei verschillende houtsoorten, die allemaal net zo groot zijn en eigenlijk zo'n beetje dezelfde principes hebben. Nou, en dat hadden ze er nog niet in zitten. Dus ze hebben er nu ook een setting bij, zeg, waarmee je als het ware het geheel aan het eind kunt uitsnijden. Nou, ik ga je even laten zien, nogmaals, welke waardes je gebruikt is natuurlijk afhankelijk van het materiaal en van jouw laser, de power en al dat soort dingen meer. Dat zul je moeten gaan uitvinden. Maar hoe ziet zoiets er dan uit? Ik pak even dat voorbeeld erbij. Kijk, zo ziet het eruit. En wat we daar zien is dus zeg maar tekst, links en rechts, onder andere die schaalverdeling. We zien die blokjes en we zien nu die zwarte lijn eromheen. En die zwarte lijn eromheen, dat is dus die border setting die gebruikt wordt. Ja, als ik nu zeg start, zou die dingen gaan doen. Dus deze hier, die edit border setting, die is nieuw. En die kun je heel goed gebruiken, zeker bij hout, want zo krijg je steeds plaatjes met dezelfde grootte. Nou, ik hoop dat je ook deze video weer leuk hebt gevonden. We krijgen nog eentje in deze serie met nog drie andere vernieuwingen. Er zitten er één of twee echt hele leuke bij, zal ik je dan laten zien. Hoop je dan weer terug te zien. Tot de volgende keer. Dag.